Hi, mijn naam is Ruben Heijn en het Muziekgebouw Eindhoven heeft een paar hele mooie concerten het komende seizoen. Pieter de Graaf, ga daar naartoe. Een pianist, fantastisch mooie plaat gemaakt, maar het is ook tevens een lay-down concert. Dus je ligt, je luistert naar zijn fantastische muziek en je hebt echt een hele mooie avond. Pieter de Graaf, het Muziekgebouw Eindhoven, ga daar naartoe. Een ander concert waar ik heel graag naartoe zou willen en misschien dus ook wel ga, is Ladysmith Black Mambazo. 9 november, een hele bijzondere muziekgroep die mij al mijn hele leven achtervolgt. Want dat was een van de eerste muzikale ervaringen die ik had. Ik kende natuurlijk van de Graceland plaat van Paul Simon. Ladysmith Black Mambazo, ga dat zien. En de laatste tip die ik jullie graag wil geven is Amsterdam Sinfonietta met Blauwtzoen. Een hele interessante combinatie. Amsterdam Sinfonietta vind ik een van de beste klassieke orkesten die er is. Maar ze zijn tegelijkertijd ook heel goed in het maken van de crossover naar popmuziek en jazz. En in dit geval dus met Blauwtzoen, een fantastische songwriter en artiest. En het gave is dat in dit soort combinaties wordt het uiterste gevergd van ieders muzikaliteit. Dus dat belooft echt een hele bijzondere avond te worden. En natuurlijk speel ik zelf, dat kan ik iedereen aanraden om naartoe te gaan, op 18 mei 2019 hebben we het dan wel over, in dat muziekgebouw in Eindhoven. Mijn eigen soloprogramma, dus hopelijk zie ik je dan.